Ja, met dit heerlijke natte, koude weer buiten leek mij een snottebellentip wel weer een goed idee. Um, want zodra ik merk dat ik last krijg van mijn keel, maak ik eigenlijk meteen een uh, zoutwateroplossing. Dat is gewoon heet water, uh, heet water dus uh, water koken, een schepje uh, zout daarin, even oplossen, laten afkoelen en daarmee gorgelen. Ik weet het, het is niet echt lekker, maar het went heus. En het uh, voelt wel altijd heel erg fijn, uh, omdat dat zoute water je keel uh, meteen schoonmaakt. Dus als je zorgt dat je er meteen bij bent, dan voelt dat altijd heel fijn. En wat je daar dan aan kunt doen uh, aan die zere keel, dat doe je dan. Naast natuurlijk de rust en goed water drinken. En nou, zo hebben we nog allemaal tips. Maar daar gaat deze tip niet over. Deze tip gaat over, uh, anti-snottebellen tip is het, he, zoutwateroplossing maken en daarmee gorgelen. En gorgelen is gewoon een slokje nemen, zonder door te, slukken, door, zonder door te slikken. Een slokje en dan echt... Oh, zo in je keel even goed in je keel laten komen en dan uitspugen. Dit kun je een paar keer herhalen. En ja, voor mij werkt het altijd heel goed. Misschien voor jou ook. Succes met die snotbellen.